Hoi allemaal. Vandaag wil ik laten zien in het kader van de zomerspecial wat ik in mijn beachbag heb. Soms is het een beachbag, soms is het een zwembadtas, poolbag. Ik heb hem even leeggehaald, er zat heel veel zand in. Dus ik heb alles nu hier op een stapel liggen. Maar anders heb ik een hele huiskamer vol zand liggen. Dit is de tas. Kijk, persoonlijk zou ik zijn gegaan voor een. Deze is volgens mij van Bershka, dacht ik. Nou, weet ik eigenlijk niet. En er zaten hier eigenlijk van die ringen aan, maar die heb ik eraf gehaald, want ik wilde het hengsel korter. En dit is ja, een hele grote tas. Eigenlijk zou ik natuurlijk persoonlijk zijn gegaan voor iets knalroze of zo, maar aangezien mijn grote sterke vriend meestal de spullen draagt. Die in de beachtas zitten, moest hij ook een beetje mannelijk zijn, dus vandaar deze gestreepte tas. Nou, wat heb ik erin zitten? Het verschilt zo'n beetje per of ik naar het zwembad ga of naar het strand, maar in ieder geval onze beide strandlakens. Gewoon die hele grote, fijne strandlakens. Mijn heb ik overigens al heel lang, hij is van de Hema, maar ik zag laatst iemand die had duidelijk een nieuwer exemplaar, want mijn is inmiddels lichtroze, hij was donkerroze. En dit vind ik echt een, hij is echt heel groot. Ik weet niet wat voor formaat, maar hij is echt heel fijn. Dus dat. Natuurlijk zonnebrand. En daar gaat nogal wat van mee. Want allereerst, of ik heb BB cream op. Als ik van tevoren niet wist dat ik ging zwemmen of zo. En daar zit natuurlijk factor in. Maar eigenlijk in principe smeer ik altijd dit. Dit is de Nivea Light Sensation factor 20. En ja, dit is echt een super fijne zonnebrand voor je gezicht. Hij is heel dun, brengt makkelijk aan, je krijgt er geen pukkels van. Het is factor 20, kijk 30 was een stuk beter geweest. Maar ja, ik verbrand niet zo snel in mijn gezicht. Dus ik verbrand sowieso niet zo snel. Dus voor mij werkt hij prima. En dan voor het lichaam, factor 30 van de Ethos is dit. Dit is zogenaamd sneller bruin. En dit is ook zogenaamd sneller bruin. Want die wil niet sneller bruin worden. En dit is factor 20. Die is van Nivea. En dit zijn allebei zonnebrandcremes waar ik niet allergisch voor ben. En dat vind ik heel belangrijk. Dus deze twee. En dan voor de lippen. Ik heb ooit een keer verbrande lippen gehad. Dat wil je echt niet. Dus daar heb ik deze voor. Ik heb nog niet, ja, ik heb een paar keer getest nu, maar ik heb had vorig jaar een andere, volgens mij van de Ethos, maar deze van Kruidvat zal ongetwijfeld goed zijn. Factor 30, je krijgt er altijd een beetje van die witte lippen van, maar ja, dat is dan maar zo. Dat is beter dan zulke dikke verbrande lippen. Dus dat. Dan heb ik natuurlijk in principe mijn bikini aan. En dit is mijn favoriet van dit moment. Die is ook al in een andere video voorbij gekomen op dit moment, denk ik, dat als jullie deze zien. Dus dat is deze en die vind ik heel fijn. En dan heb ik daar overheen graag zo'n jurkje aan, soms een broekje of dingetje, maar ik denk dat deze echt zeker weten meegaan op vakantie. En dat is gewoon een fijn jurkje dat je er makkelijk overheen gooit. Dus dat zit normaal niet in mijn tas, maar dat heb ik normaal aan. En datzelfde geldt voor mijn hoedje. Ook die heb ik normaal natuurlijk gewoon op. En ja, ik heb ook een grotere hoed. Ik vind hoedjes super fijn, want ze beschermen je tegen de zon en beschermen ook je haar tegen de zon. Want dat heb ik normaal ook bij me, maar dat heb ik nu niet, want dat is op UV-protectie voor je haar. Ik ga nog denk ik wel een filmpje opnemen over hoe ik mijn haar bescherm, want ik heb één keer groen haar gehad in de vakantie en dit is not so very pretty. Dus daar komt eigenlijk nog wel een filmpje over hoe je dat kan voorkomen. Want ik heb toen echt bij de kapper gezegd, help, wat moet ik daar tegen doen? Dus daar komt nog een filmpje over, denk ik. En verder heb ik bij me een gezichtsspray. En dit heb ik eigenlijk alleen maar bij me als ik naar het strand ga. Want van het strand krijg ik een hele droge, trekkerige huid. En bij het zwembad heb ik dat niet. En dan is dit echt super fijn om even over je gezicht heen te sprayen. Dus meteen verkoelend en nou, het geeft gewoon eventjes een boost van hydratatie en dat kan ik dan wel gebruiken, maar bij het zwembad heb ik er best wel last van, dan is er niet smeren met de zonnebrand wel voldoende.
En dan dit. Dat heb ik niet zo heel lang in mijn beachbag zitten. Maar ik vind het toch wel heel erg prettig. Dit is gewoon zo'n handreiniger gel. Dat je gewoon zonder water even weer schone handen krijgt. Dan heb ik natuurlijk een zonnebril bij me. En die heb ik in dit hysterische hoesje zitten. En het is nu deze. Maar goed, dat wisselt een beetje per keer. En ik heb vaak wel een elastiekje om. Maar... als ik dat niet heb, dan vind ik het ook wel fijn om een clip bij me te hebben. Dat je gewoon even je haar uit je gezicht kan. Of als het nat is, dat je het gewoon even weg kan doen. Soms heb ik ook een borstel bij me, zeker naar het strand. Maar die zit er nu niet in. Een spiegeltje, altijd fijn. En een klein portemonneetje met wat geld. Oordopjes voor muziek. Normaal een veel grotere fles water. Maar we gingen nu niet zo lang weg. En we hadden nog blikjes bij ons, dus... maar in ieder geval water, veel water. En nou ja, voor een beetje als je daarna snel iets gaat doen, heb ik dit bij me. Dit is het Catrice Lip & Cheek Color. En dit is een limited edition. Dit is de, even kijken, Picked Cherry Blossoms. En dat is een hele mooie, ja, donkere fuchsia roze kleur. Die hartstikke simpel is, want die kan je gewoon even snel op je lippen en snel op je wangen doen. Dan heb je toch nog een beetje kleur. Kauwgom, want ik kan niet zonder kauwgom. En dan altijd nog wat te lezen. Ik heb tegenwoordig een e-reader. Ik weet niet of jullie het kennen, maar dat is echt super handig. En daar kan je gewoon je boeken opzetten. En nou ja, ik vind het super. Hij gaat ook zeker mee op vakantie. En zit dus nu ook al, want ja, het is nu ook al lekker weer, dus nu ga ik vaak even naar strand, water, dingetjes toe. Super fijn, daar staan gewoon boeken op, maar ik neem ook altijd bladen mee. Want zo ben ik dan ook alweer, dat vind ik ook lekker. Dit is de kraas, ja, maar goed, dat kan van alles zijn. Ik had nu, dat zag ik bij de winkel liggen en die heb ik meegenomen. Dat probeer ik nog niet in te kijken, want ik wil eigenlijk meer op vakantie. Dit is het super dikke vakantieboek van Jan. Eigenlijk lees ik het tijdschrift nooit, maar ik vond... vakantieboek er wel heel leuk uitzien. Het deed me een beetje denken aan back in the days dat je zo'n vakantiedoeboek meenam. Dus die. En nou ja, we gaan onder andere naar Rome deze zomer. Dus mijn vriend had dit boekje mee om alvast te kijken wat we allemaal willen gaan doen. En soms neem ik ook nog even een notitieboekje mee. Of als ik nog dingetjes bedenk voor de site of andere dingen die ik nog wil doen. Dus een notitieblokje. En dat is eigenlijk alles... wat in deze hele grote tas gaat. Ja, en een deel doe ik dus gewoon aan. En dat neem ik dan mee. En als je mij vraagt, wat heb je liever, het strand of het zwembad? Dan zeg ik het zwembad. Alhoewel ik de sfeer van het strand veel leuker vind. Maar ik vind een zwembad fijner om in te zwemmen. En mijn huid kan beter tegen een zwembad dan tegen het strand. Ik krijg altijd een beetje jeuk van... van het zout, wel zout water op zich beter voor je is. Maar om een van de redenen, ja, mijn lichaam vindt dat niet zo prettig. Ik word er gewoon heel droog van. Dus qua sfeer zou ik zeggen het strand. Maar qua wat ik prettig vind om aan te liggen en in te liggen, dan is het zwembad. Nou ja, we gaan dit jaar vooral naar het zwembad. Dus dat is helemaal lekker. En nou ja, dit was het eigenlijk. Ik ben wel benieuwd wat jullie nog aan essentials meenemen in je strandtas. En wat jullie lekkerder vinden, het strand of het zwembad. Dus dat hoor ik heel erg graag hier in de comments beneden. En tot snel. Doeg!